Jan, vandaag de dag, hoe belangrijk is het gebruik van data en AI in de Formule 1 business? Ja, dat is eigenlijk alles. Hè. Zowel in de basis qua ontwerp, maar ook als je kijkt naar de simulatieprogramma's. Hè, het is niet helemaal trial and error, maar het is heel erg monitoren of datgene wat je in concept hebt gewoon ontworpen. Hè, vanuit het concept, dan wil je constant toetsen of dat nou je feedback is uit de windtunnel. Hè, wat ook vaak met fluid dynamics gaat, hè, op de computer. Dus luchtstromen, temperaturen, krachten enzovoort, belastingen, bewegingen. Hè, dus waar je het over hebt, data is absoluut key voor de hele competitie-output. Ja. Maar ook de betrouwbaarheid van het materiaal, dat niet kapot gaat. Dus data is alles. Ja. Belangrijk onderwerp is duurzaamheid. Ja. En ik was zeer ook getriggerd, het publiek ook denk ik, dat jullie een heel duurzaam evenement hebben neergezet. Kan je daar wat voor hoogtepunten van vertellen? Want bijvoorbeeld zoals dat maar 5% met de auto kwam en dat jullie daar ook een soort beleid voor hebben ontwikkeld, een soort benchmark. Ja, nou goed, het gebeurt natuurlijk op basis van een soort van sociale plicht, maar ook zo'n corporate plicht die je hebt. Hè, dat als je evenementen van dit soort statuur en omvang gaat organiseren, dan heb je gewoon de plicht om te zorgen dat dat in de huidige maatschappij past. Ja. En daar kun je gewoon je kop niet voor in het zand steken. En nogmaals, je kan er ook niet van uitgaan dat iedereen iets heeft met die autosport. Ja. Eigenlijk moet je ook niet wachten tot je gecorrigeerd wordt. En zoveel mogelijk op eigen initiatief doen. Ja. Wij zijn op onze beurt natuurlijk heel vaak op de proef gesteld door allerlei milieu of andere organisaties. En nou ja, op het moment zelf waren we er misschien niet blij mee, maar achteraf moeten we er gewoon blij mee zijn. Want dat heeft ons eigenlijk dichter bij elkaar gebracht. En ik hoop dat we dat traject nog verder door kunnen zetten. Ja. En een ander belangrijk onderwerp is ook de elektrificatie van de wereld. En ook in de automotive wereld. Hoe kijk je aan naar de elektrificatie van de Formule 1 of van de autosport? Ik denk dat de grootste stappen zullen nog steeds op basis van zijn persoonlijke opvatting op het gebied van hybride technieken zijn. Hè, dus dat ze elkaar gewoon completeren. Volledig elektrisch, dat zal toch nog wel wat langer duren. Omdat met name ook de temperatuurbeheersing van de energietransporten die je constant hebt. En of dat dan tijdens het remmen is en het accelereren. Ja. Dat volgt elkaar gewoon op met een frequentie en een hoeveelheid energie. Dat wordt op dit moment nog beperkt door de temperatuurbeheersing. Dus daar zijn we nog wel een paar jaar mee bezig. Okay. En wat kunnen we verwachten volgend jaar, 2022, van de Dutch Grand Prix? Nou ja, het enige wat we niet hebben kunnen doen dit jaar is natuurlijk 1/3 van de mensen hosten. We hebben ook het podium met alle mooie artiesten die we in de planning hadden niet kunnen uitvoeren. Dus ja, we hopen dat volgend jaar sowieso een volle bak hebben. Misschien nog wat meer mensen om een klein beetje te compenseren voor dit jaar. Maar daarnaast, in feite, we kunnen het beter maar op zichzelf zien en niet meer met dit jaar vergelijken. Want vergelijken is altijd het einde van het vermaak. Dus ik weet het niet. Zelf zou ik zeggen, laten we ons voorbereiden op gewoon een regenachtig weekend. En daar dan het mooiste van maken. Want die Nederlanders zijn ook wel waterdicht. En die kunnen al een stootje hebben. Maar als dan toch nog het evenement een succes is, zou ik heel trots op zijn. Dankjewel, Jan Lammers.